Dat is al een eeuw geleden. Goed ze dus, wat een verrassing. Het werk wacht. Goed, de magische artefacten dus. Oude stofzooi. Een spiegel. Spiegeltje, spiegeltje aan de wand. Wie is de mooiste van het land? Zo mooi als u bent, is er geen. U bent het mooist van iedereen. Dankjewel. Nou, wat hier magisch dan is? Een boek. Vertel je uit 1001 nacht. Kom op een of andere manier bekend voor. Zie of ik een lichtje kan maken. Hey. Met deze lamp moet het lukken. Iets van de stofmest. Yeah.
Oh, geweldig. Zolang je er maar rekening mee houdt dat je ook echt maar 3 wensen hebt. En geen geintjes voor me. Geen geintjes in de trant van ik wens dat ik nog 100 wensen meer mag doen, want dit vind ik mooi niet op. Maar dan hoef ik niet lang na te denken. Mijn eerste wens, want ik zit hier al zo lang, is dat de grot open gaat. Zodat ik kan vertrekken. De wijde wereld in. Zoals je wilt. Mijn tweede wens, een vliegend tapijt! Zoals je wilt. Oh, geweldig! Oh ja, dat is een echt. Oh, een echt vliegend tapijt! Geweldig! Oh, prachtig! Oh, ja. Oh, ja. Nou, dat vliegt nog niet echt, hè? Voor geen meter. Zou je wel even een spreuk voor moeten zeggen of zo? Oh, is het misschien een handleiding? Een handleiding? Is dat je denkt... Nee, dat was geen wens. Geef me even de tijd. Zoals je wens. Nee, dat was geen wens. Ik moet even nadenken. Momentje. Ik heb het al. Vlieg, magische tapijt! Vlieg! Dat was het niet, hè? Magische tapijt, vlieg! Magische tapijt, vlieg! Magische tapijt, vlieg! Nog steeds niet, hè? Vlieg op! Vliegend tapijt. Leid mij naar mijn droomvrouw. Oh, ja! Yeah.